dame gebeuren bijzondere dingen. En dat past nou heel erg leuk bij de hogeschool en bij het HESIC-project, want daar gaat het boek over. We gaan gewoon iets doen uit het boek, want het boek gaat over activeren van ouderen. Nou. Wij zijn vandaag met de presentatie van het gaanboek Gezond Ouder Worden. De bewoners in de Dame, die komen elke dag naar beneden, naar onze ontmoetingsruimte om in beweging te komen. Alleen al het naar beneden komen is al echt een activering waar dat handboek van die presentatie eigenlijk over gaat. Er zijn fitnessgroepen die begeleid moeten worden, er is een activiteitsmiddags en wordt weer opgeruimd, schoongemaakt. Dus het activeren van ouderen in de Dame is aan de orde van de dag. Niet elke ouder heeft altijd zin om iets te doen of om weer met een vreemde te praten. Eerst gewoon kennis maken, eens luisteren naar ouderen. Wie ben jij dan? Waar kom je dan vandaan? Voordat je van alles gaat doen. En dat is wel een klein beetje het geheim van de aanpak van de jonge dame. En ook wel de aanpak van hoe wij met ouderen omgaan in de dame. Als ik foto's zie van 10 of 15 jaar geleden, zie ik een groot verschil. Toch voel ik me van binnen niet anders. Ik ben dezelfde gebleven. Alleen de verpakking is verouderd. Het hele doel van dit project is eigenlijk van hoe ga je nou deze mensen die hier in dit pand wonen in verbinding brengen met de buitenwereld. Om dat te doen moet je eigenlijk eerst gaan luisteren naar hun verhalen. En wat we proberen is die verhalen ook in beeld brengen. En doordat je ze in beeld gaat brengen, gaat fotograferen, worden die verhalen opeens heel concreet. En kun je daar ook uitspraken over gaan doen. Een grote vergaarbak oud. Maar wie zijn die ouderen? Is die vraag ook relevant voor de jongere generatie? Natuurlijk wel. Sterker nog, jonge mensen vinden ouderen best leuk. En het leukste is als ze in die oude mensen de jeugdige kracht van vroeger ontdekken. Dan worden ze opeens weer gezien als gelijkwaardig. De belangrijkste vraag die mij bezighoudt is van als je ouder bent, dan op een of andere manier dan sta je niet meer midden in de maatschappij. Dat is nog niet eens zozeer omdat ouderen dat zo willen, maar dat is omdat wij onze maatschappij op een bepaalde manier hebben georganiseerd. En ik vraag me dan wel af, maar wat doen oudere mensen ertoe in onze maatschappij? En ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op wat dat dan is. En het enige wat ik kan doen om erachter te komen is gaan luisteren naar hun verhalen. En te kijken van nou, kunnen die verhalen, zijn die nog van belang voor anderen, voor de jongere generatie? En als je dan daarna heel voorzichtig met een fotostel komt en daar beelden van maakt, dan gaat men het eigen verhaal herkennen. En dat wordt wel als prettig ervaren.